Goedemiddag. Welkom op deze Eat & Meet over hyperconnectiviteit. Het is een van de hedendaagse kwalen van onze maatschappij. We zijn eigenlijk met van alles en nog wat verbonden via onze digitale media. We zijn constant online en we hebben vrienden over heel de wereld. Maar onze relatie met al die dingen is een klein beetje verstoord geraakt, hè. We ervaren nog weinig diepgang, nog weinig betekenisvolheid. En nochtans is zingeving een van de belangrijke, zelfs essentiële elementen voor een gelukkig bestaan. En ik wil het met jullie vandaag graag hebben over hoe we daar verandering kunnen inbrengen. Ik ben Severine van de Voorde, ik ben loopbaancoach bij Passion for Work in Heusden bij Gent. En ik heb hier ook mijn eigen praktijk als klinisch psycholoog en stress- en burn-out coach. En waarom wil ik het met jullie zo graag hebben over die hyperconnectiviteit? Omdat het een heel negatieve impact heeft op onze fysieke gezondheid en op ons mentaal welzijn. Door de vele prikkels die op ons afkomen, wordt ons stresssysteem eigenlijk chronisch overbelast. Ons stresssysteem draait overuren en het krijgt niet de tijd om daarvan te herstellen. En daardoor zijn wij eigenlijk met z'n allen chronisch in overdrive geraakt. We voelen ons allemaal opgejaagd, we voelen ons onrustig. Maar de combinatie tussen te veel actie en veel te weinig rust zorgt ervoor dat we stilaan maar zeker onze batterij helemaal leeg gaan trekken. En daardoor krijgen we allerlei lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, spierpijn, maag- en darmklachten en vermoeidheid. Maar ook onze sociale relaties, die zien daarvan af, van die hyperconnectiviteit. Want we zijn zodanig druk met van alles en nog wat bezig. We proberen ons hoofd boven water te houden. En daardoor komen we eigenlijk nog weinig toe aan wat er echt toe doet. Namelijk onze echt oprechte relaties met andere mensen. We zijn nogthans digitaal verbonden met mensen over heel de wereld. Maar toch hebben we ons emotioneel gezien nog nooit zo eenzaam gevoeld, hè. We kennen wel veel mensen, maar we voelen die diepe verbinding niet meer. We hebben nog weinig het gevoel van echte, oprechte verbinding. En hoogsensitieve mensen die zien daar nog veel meer van af dan mensen die niet hoogsensitief zijn, omdat ze oprechte verbinding, oprechte connectie met mensen nog veel belangrijker vinden dan gemiddeld. En ik geef trouwens volgende week een gloednieuw webinar rond het hoogsensitieve brein. Dat is volgende week donderdag 6 mei om 12 uur. Leg ik uit wat dat is, zo'n sensitief brein. Maar geef ik ook heel veel tips om een betere afstemming te vinden tussen de specifieke noden van zo'n sensitief brein en dan de werkomgeving en de werkinhoud. En daardoor kan je veel meer vitaliteit, veel meer energie ervaren. Dus een van die specifieke noden van het sensitieve brein is die diepere verbinding met andere mensen. Maar dat is niet alleen zo bij het sensitieve brein, dat is nog veel meer dan gemiddeld zo voor het sensitieve brein, maar dat is eigenlijk voor iedereen zo, hè. Sociale verbinding, tot een groep behoren, dat is eigenlijk een van onze psychologische basisbehoeften. Dus we hebben echt er baat bij om daar meer te gaan investeren. En ik geef jullie nu graag twee manieren om meer bewuste tijd te gaan investeren in je oprechte verbindingen. Want dat is uiteindelijk de oplossing voor de valkuil van hyperconnectiviteit. Dus de eerste manier waarop je kan investeren in diepere verbinding, in meer connectie met de echte mensen rondom jou, is door gewoon meer bewuste tijd te gaan investeren in je meest dierbare affectieve relaties. In plaats van te zitten scrollen tussen je nieuwsberichten op je sociale media, in plaats van doelloos te zitten surfen, kan je beter bewuste tijd gaan maken om samen met je geliefden door te brengen. Doe leuke dingen voor en met elkaar. Relaties zijn sterker, dat onderzoek heeft dat uitgewezen, naarmate er meer leuke dan minder leuke momenten zijn. En bij relaties is er zoiets als een positiviteitsratio van 5-1. Dat wil zeggen dat per negatieve ervaring, dus op 1 negatieve ervaring in je relatie, dat je 5 verbindende momenten nodig hebt om op het einde van de rit die relatie als florerend, als zinvol te zien. Dus ik geef je graag 5 tips om meer bewuste energie en tijd te investeren in je meest dierbare relaties. En dat is ten eerste speel, stoei, lach met elkaar.
Doe SingStar of een andere vorm van karaoke. Ga gek dansen door het huis. Zet leuke muziek op, vrolijke muziek. Maak een playlist vol met feel-good muziek. Kijk naar grappige filmpjes of gebruik andere vormen van humor. Je kan ook interactieve spelletjes gaan spelen op een bepaalde console, zoals bijvoorbeeld de Wii. Maar je kan ook gewoon traditionele kriebelspelletjes doen of trek-en-duw spelletjes met je kinderen. Tip nummer 2, schrijf kattenbelletjes. Hè. Lieve briefjes voor elkaar, die je dan verstopt in de boekentas of in de aktentas, of die je gewoon op tafel legt of aan de koelkast hangt. Tip nummer 3, installeer tradities, zoals hapjesavond, spelletjesavond, filmavond, date night met je partner. Probeer nieuwe dingen te blijven doen met elkaar. Tip nummer 4. Vier zoveel mogelijk van die micromomentjes. Micromomenten zijn dingen die zo heel vanzelfsprekend zijn, van die hele kleine dingen die je normaal laat passeren, waar je geen tijd voor wil maken. Zoals bijvoorbeeld een dansje dat heel trots gedemonstreerd wordt. Of bijvoorbeeld het zien van een regenboog of van lichtspel op de muur. Als je daar samen getuige van bent, geniet daarvan. Vier dat. Beleef dat samen ten volle. Tip nummer 5. Zorg voor intimiteit en lichaamscontact. Dat kan zijn door te knuffelen, door massage, door dicht tegen elkaar te zitten in de zetel of door het kriebelspelletjes te doen. Lichaamscontact maakt oxytocine vrij en dat is een bepaalde stof in onze hersenen. Wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd, maar het is een herstelhormoon dat de stresshormonen uit ons lijf wegdoet en dat ervoor zorgt dat we ons rustig en ontspannen voelen. Voilà. Dat waren 5 tips om te investeren in je relaties die je sowieso al heel belangrijk vindt, hè, met de mensen dicht bij jou. Maar een tweede manier om je gevoel van oprechte verbinding, van verbondenheid te gaan stimuleren, te gaan vergroten, is het doen aan kindness. En kindness is een combinatie tussen vriendelijkheid en behulpzaamheid. Hè. Je gaat dingen doen voor andere mensen zonder dat je daar iets terug voor verwacht. Gewoon omdat je het leuk vindt om te doen of omdat je het belangrijk vindt. Onderzoek wijst uit dat niet alleen de andere persoon daar een goed gevoel door krijgt, maar dat dat ook een effect heeft op jouw brein. Ook dan maak je weer oxytocine aan. Dus gewoon het doen van dingen voor anderen zorgt ervoor dat je dat herstelstofje terug aanmaakt. En het voordeel daarvan is dat je jou niet alleen beter voelt, dat je jou goed in je vel voelt, maar het heeft ook fysieke voordelen. Namelijk, het houdt het verouderingsproces van je hersenen tegen en het zorgt ervoor dat je sneller geneest van ziekten. Dus dubbele winst. 5 heel kleine tips om kindness meer in je dagelijkse activiteit op te nemen, is ten eerste, geef gewoon regelmatig een complimentje aan iemand of knik eens vriendelijk tegen mensen die je op straat tegenkomt. Lach, zeg goeiedag aan je buren. Heel simpele dingen. Spreek voldoende je dankbaarheid uit. Bijvoorbeeld bedankt dat je naar mij hebt geluisterd, bedankt dat je er bent voor mij, bedankt dat je op mij hebt gewacht. Maar ook bijvoorbeeld naar de kassierster van je favoriete grootwarenhuis of bijvoorbeeld de postbode of de vuilnisophaler. Kan je dankbaarheid uitspreken voor de goede werken die ze doen. Tip 3. Doneer aan goede doelen of geef een cadeautje aan mensen die jou een goed gevoel geven. Tip 4. Stel goede daden. Je kan bijvoorbeeld gaan wandelen met de hond van de buren als die niet vaak thuis zijn. Of je kan boodschappen doen voor je minder mobiele buurvrouw. Je kan afval oprapen dat je tegenkomt op straat tijdens je wandeling. Of je kan een insectenhotel bouwen in je tuin. Tip nummer 5. Doe vrijwilligerswerk, als je daar zin in hebt. Je kan gaan helpen in een asiel, in een opvangcentrum of in een woonzorgcentrum. Of je kan je kinderen tekeningen laten maken voor het woonzorgcentrum bij jou in de buurt. Doe wel alleen dingen die goed voelen voor jou, die bij jou passen en niet omdat het hoort. Want anders stroomt de energie niet en dan ga je daar zelf leeg van lopen. Dus doe echt dingen die bij jou passen. Als je wil weten wat echt bij jou past, op basis van jouw kwaliteiten, jouw talenten en jouw waarden, dan ben je welkom in onze loopbaanbegeleiding. Bij Passion for Work brengen wij jouw carrièrekompas in kaart. Dat zijn de ingrediënten die jij nodig hebt om je energiek, bevlogen en in je element te voelen. Via de link onder deze video kan je een gratis kennismakingsgesprek aanvragen met een van onze coaches. En dan kan je te weten komen wat loopbaanbegeleiding precies is en of dat iets voor jou is.
Voilà, dat is wat ik met jullie wou delen vandaag. Ik hoop dat jullie zich inschrijven voor het webinar volgende week donderdag. Het gaat super interessant zijn, dus het sensitieve brein, ik leg uit wat het precies is en hoe je meer overeenstemming kan vinden met je werkomstandigheden. Ik hoop dat ik jullie in ieder geval heb kunnen inspireren om meer bewuste tijd en energie te investeren in de kwaliteit van je relaties. Ik wens je nog een hele fijne vrijdag en straks een heel deugddoend weekend. Dag!